Tegenwoordig zoeken steeds meer mensen een oplossing tegen ziektes zoals de griep of een longontsteking. Maar het is nog veel beter om deze ziektes natuurlijk te voorkomen. Vandaag heb ik een leuk recept voor jullie en die bestaat maar uit een paar ingrediënten en zo kan je verschillende ziektes voorkomen. De combinatie is wel een beetje gek en ik weet ook niet of het heel lekker is, maar dat zie je zo. Hier heb ik even een snelle opsomming waarvoor het allemaal goed is. Artrose, astma, cholesterol, diarree, hartproblemen, hoesten, longontsteking, onvruchtbaarheid, slapeloosheid en een verbeterde spijsvertering. Ik weet zeker dat je alle ingrediënten al thuis hebt liggen. Want wat heb je namelijk nodig? 250 ml water, 500 ml melk en tenslotte 10 teentjes knoflook. Oké, zet deze op een laag vuurtje en laat het rustig koken. Oké, het is al tijd. Het ziet er goed uit. Het ruikt ook best wel lekker eigenlijk. Het valt mij best wel mee. Het is nu tijd om het even af te gieten. Klein beetje af te laten koelen. En dan gaan we het even testen. Hier is het dan. Het is nog wel een beetje heet. Maar ik ga het gewoon testen. Het lijkt me nog niet echt heel erg lekker. Dus ik doe er een beetje suiker bij om het wat zoeter te maken. Zo, een beetje suiker erbij. En je moet het drinken als het nog warm is. Dat smaakt eigenlijk best lekker. Nou, je zou het niet zeggen. Maar het is eigenlijk best wel lekker. Maar waarom werkt dit drankje nou? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Warme drank is altijd goed voor je. Dat verlaagt ook je cholesterol. Knoflook, dat zuivert je bloed en dat gaat bacteriën tegen. Ook heeft warme melk een positieve werking op je borstcongestie. En wat is je borstcongestie? Dat is als er vocht of slijm in je longen zit. En dit zal er dus voor zorgen dat slijm wat makkelijker loskomt en dat de vocht er ook uitgaat. Als jij wat hebt gehad in deze video, dan wil ik je even vragen om je te abonneren op dit kanaal. Volg ons ook op Instagram en op Snapchat. Geef een duimpje omhoog en laat een reactie achter. Als je zelf nog vragen hebt, stel ze dan in de comments. Maar als je zelf nou een leuke tip hebt, laat dan ook weten. Misschien gaan wij hem dan verfilmen voor jou. Tot de volgende keer. Dat is handig.